Het is zaterdagmiddag 13 december en we gaan naar de première van De Gebroeders Leeuwenhart in het M-Lab. Zelf van, première. Ja, première. Ja, het was. Ik vond het wel leuk. Ik had wel het idee dat het wel liep. Ja. En het publiek was ook enthousiast, dus we kregen goede reacties. Ja. Zo een beetje wat ik voelde zo, want je moet er natuurlijk niet te veel op letten, maar je kreeg wel lekkere dingen terug. Ja. Ik heb een hele fijne voorstelling gehad. Het is heel. Heel relaxed, je merkt dat, of heel relaxed, de sfeer ernaartoe was heel ontspannen. Je werkt gewoon naartoe, 5 weken lang. Vandaag de voorbereiding was heel fijn en ja, we duiken erin met z'n allen. En er zit toch een stukje spanning op zo'n première, dus ja. Ik ben erg tevreden. Dit is ook de allereerste voorstelling. Hebben jullie niet een proefpubliek gehad of we zo? We hebben 2 try-outs gespeeld. Ja? Gisteren en eergisteren. Eergisteren voor 120 kinderen. Oh. En gisteren voor 50 kinderen. Dan zijn kinderen toch moeilijker te bespelen dan volwassenen, omdat kinderen soms echt rustig moeten krijgen. Oh, jullie wilden kinderreacties peilen? Nou, ik geloof dat dat 2 scholen waren die waar we dan weer, weet ik veel, een soort combinatie met een soort leerplan was, dat ze ook hier dan uiteindelijk het stuk kwamen zien. Want de tweede groep van gisteren, daar ben ik ook met Niels, de piramide heet die school, daar zijn we ook een ochtend geweest. Daar hebben we ook een lied ingestudeerd met die kinderen en zo. En waar jij gaat, ga ik, dat lied wat wij zingen. En een beetje verteld over hoe het is om acteur te zijn. Maar die kennen dus het hele lied. Dus die zijn dus ook achteraf, aan het einde hebben we nog met hun dat lied met de band gezongen. En op het toneel en iedereen juichen. En dat was heel leuk. Zijn er nog reacties voor dat kinderpubliek geweest waar jullie iets mee gedaan hebben voor de definitieve voorstelling? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we hebben veel reacties van kinderen gehad. En er zijn... Kinderen pikken eruit wat ze eruit willen of kunnen pikken. Dus over het algemeen zijn ze heel enthousiast over de actiescènes. De meer volwassen thema's, die begrijpt het ene kind wel, het andere kind niet. Ze hebben soms ook lacherige momentjes op bijvoorbeeld een kus van mijn broer aan mij. Dat vinden ze dan toch een beetje raar. Nou, dat met die draak op het laatst, zeg maar. Met die, met die ogen? Ja, met die ogen, wat dat effect. Daar hebben we nog wel flink aan gesleuteld, inderdaad. Volgens mij nog na de eerste try-out. Omdat het effect, ja, het was wel al goed, maar als dat niet helemaal perfect in elkaar zit, dan krijg je het niet mee of zo. Dat luistert heel nauw, want als je bijvoorbeeld ziet wie het bestuurt, dan is de illusie alweer weg. Dus je moet dat luistert heel nauw en daar is nog wel aan gewerkt. Ja. Toen ik bij de repetitie was en jou sprak, verheugde je op de slotscène. Ja. Die heb ik gezien, ja, ik ken het boek natuurlijk al jaren. Ik moet er toch van slikken. Gaan kinderen er niet... Nou, wanhopig en verdrietig vandaan? Nee? Dat niet. De kinderen die ik gesproken heb, ik heb ook een aantal kinderen gevraagd, wat vinden jullie van het einde? Nou, er waren een aantal kinderen die het boek hadden gelezen en die vroegen zich puur af,
waarom is het einde anders dan in het boek? Dus dat is, en de andere kinderen vonden het een mooi einde, omdat ze toch wel een soort van, het verhaaltje is af en Kruimel is in goede handen, heeft het avontuur beleefd en is dapper geworden. En ze krijgen niet zozeer wat wij als volwassenen wel doen, dat wij er toch wel uitpikken van die jongen gaat nu werkelijk sterven. Ja. Dat hebben kinderen, kinderen zijn daar nog niet zo concreet mee bezig, sommigen wel. Maar dan overheerst toch nog het totale gevoel van een vrolijke kindervoorstelling. Ja. Als ik aan jouw honkbalpet ruik, wat ruik ik dan? Dan ruik je een varia aan geuren. Ja. Dan ruik je funky muziek afgewisseld met balladeachtige muziek over de liefde. Over de liefde en grappig. Je ruikt eigenlijk de keuken van alle emoties en alle komische en absurde dingen die ik kan verzinnen. We hebben het natuurlijk over je solo-programma met twee partners, zeg maar. Ja. En wanneer is je eerstvolgende voorstelling? Daarvan? Ja. Dat is waarschijnlijk op de Winterparade gaan we spelen. De première is net geweest. Ja. Veel volwassenen in de zaal. Ja. Hoe hebben zij gereageerd? Nou, wel, de lachmomenten zijn op hele andere momenten tijdens de voorstelling. Omdat het natuurlijk, er zitten bepaalde grappige momenten in die voor volwassenen grappiger zijn dan voor kinderen. Maar ik was heel blij met de reacties. Ja. Het was, sowieso is het heel fijn dat het gewoon begin- en eindscènes muisstil is. Juist. Dat helpt mij dat ik niet zo hard hoef te werken. En dat ik er iets meer in mijn spel kan gaan zitten. Ja. Het zijn ook twee totaal verschillende voorstellingen. Je merkt reacties en je reageert ook op die reacties. Dus als wij voor kinderen spelen is het een iets andere voorstelling waarin toch net iets meer energie zit om die kinderen erbij te houden. Tot wanneer ga je de Gebroeders Leeuwenhart nog spelen? Tot en met 4 januari. 4 januari, oké. Naar wat ik neem. 3, dankjewel. Okay. Ik krijg ergens in mijn oortje 3 januari. Ja. Veel succes, ja, dankjewel. Was geweldig. Oké dan, fijn. Dag. Ciao. En Frans, wat vonden wij ervan? Nou, ik ben er eigenlijk kapot van. Ik vind het sowieso ontroerend hoor, kinderverhalen over de dood. En ik heb dit boek van Astrid Lindgren ook op een zeer kwetsbare leeftijd gelezen. En het doet me altijd wat, dat einde. Niels heeft niets te veel beloofd. Het was, ik werd er stil van. Ik moest sowieso tijdens de repetitie al bijna huilen toen hij hier in zijn openingsscène lag te hoesten en de sterren van de hemel lag te zingen. Dit kan ik niet maar één keer zien, vind ik. Huip, we gaan tegen het eind van de periode er gewoon weer naartoe, als er nog plaats is.